Ze hebben zoveel van die gronden gekregen, notabene twee pal naast elkaar, dat ze zichzelf vergissen in de nummers. Maar dat maakt het wel heel moeilijk voor mij om het allemaal uit te zoeken. Ik heb tot diep in de nacht moeten doorwerken. En ik denk dat als een detective of als een officier van justitie dit moet gaan onderzoeken, terwijl hij nog 20 andere gevallen heeft, dat ze het er nog heel moeilijk mee zullen hebben. Ik heb het kunnen oplossen in één dag tijd, plus een avond, omdat ik me er 100% op kan concentreren. Maar ze maken zoveel rare fouten, dat ze verward raken in hun eigen web, in hun eigen verwarring. En godzijdank dat ik de tijd voor heb gehad en ervoor heb genomen. Maar zelfs al die foutjes heb ik moeten uitpluizen, omdat ik niet met een incompleet verhaal naar het OM wil. Ik wil naar het Openbaar Ministerie met een compleet kloppend verhaal, waar geen fouten in zitten. Dus ik heb dat ongeveer 2-3 uur in de nacht door moeten werken en ik ben eruit gekomen. We staan nu dat ik verleden week Des Houn NV heb ingediend. Nu heb ik Elenat ingediend. Volgende week dien ik Opal Ai in. En successievelijk ga ik door. Mand Brake komt erin voor. De pier waar we net over hadden bij St. Nicolaas, bij Baby Beach, die komt erbij. Ik ga totaal 14 gevallen aankaarten. En ik denk dat ik daar deze maand en volgende maand nog mee bezig ben. Dus ik ben van plan, zoals het er nu uitziet, om 14 aanklachten in te dienen. En die zijn niet alleen tegen Leon Sita en de minister. Die zijn per geval met wisselende familieleden en wisselende stroommannen, die men zogenaamd als directeur naar voren schuift, zodat Leon Sita zelf als eigenaar achter kan blijven, niet op de voorgrond hoeft te treden. Ik wil niet speculeren op wat het OM gaat doen. Ik wil wel zeggen dat ik ervan overtuigd ben, gezien het bewijsmateriaal dat ik aanlever, dat het onderzocht gaat worden.